Arbeidsminister Stephen McAndrew adviseert ouders in Wageningen, Nikeri, liever hun kinderen thuis te houden als de rookontwikkelingen op een intensieve manier aanhouden. Woensdag zei de bewindsman dat werknemers ook kunnen weigeren te arbeiden door de situatie met alle rookontwikkeling in het gebied. Wel, zo'n situatie is een duidelijke overmachtssituatie. En ik denk dat in het belang van de gezondheid van de mensen, betrokkenen, ook van de leerlingen, dat het beter is om ze thuis te houden. In principe, zolang daar nog sprake is van een enorme rookontwikkeling, moet je toch wel oppassen, want het kan toch wel consequenties hebben voor de gezondheid. De bewindsman geeft verder aan dat zaken met betrekking tot de gezondheid, die voor werknemers een gevaar kunnen zijn, zijn opgenomen in de arbeidswetgeving. Het ligt aan arbeidsinspectie om te beoordelen of mensen toch met ontslag worden gestuurd in